Welkom op boord op de Rogge 1000 Nord. Aan de hand van deze video zal ik jullie het schip uitleggen. We beginnen voorin. Deze hendel die moet in deze stand staan. Dat is de hoofdschakelaar van de boegschroef. Dus een hoofdstroomschakelaar. Het toilet. Na gebruik knopje vullen, dat is linksboven, en dan het knopje spoelen, dat is linksonder. Er wordt gespoeld met buitenboordswater. Dus drukken, draaien, even vasthouden. En dan doet hij het. Naast stuurstand zit de kachelbediening. Het knopje rechtsboven is de aan-uit. En de pijltjes op en neer is voor de temperatuurregeling. Eerst naar achter. Ook hier zit een zilverkleurige hendel. Verticaal is de juiste stand. Dit is de hoofdschakelaar voor de hekschroef. En zo is die ingeschakeld. Toiletruimte. Deze wc is knopje rechtsboven en dan rechtsonder voor afpompen. En als je hier gaat douchen, dan is deze schakelaar voor de douchepomp. Dus tijdens het douchen de douchepomp aan alsjeblieft. Het schakelpaneel staat erbij waar het voor dient. En hier nog een voltmeter. Het is een 12 volt schip. Dus zorg ervoor dat de accu's altijd hoger staan dan 12 volt. En onder de 12 volt zal de koelkast, de stopcontacten en de kachel die zullen uitgaan. En om dit op te lossen kan altijd de motor gestart worden of de landstroomkabel aangesloten. Dit is de regelaar van de walstroom. Die wordt ook uitgelegd in het boordboek. Mainzone betekent in ieder geval dat het schip verbonden is aan walstroom. Boeg en hekschroef. Twee keer is het paneeltje aan. En de richting van de joystick is de richting van het schip. Eén keer is uit. Dit schip heeft twee stuurstanden, maar de motor wordt beneden gestart. Je zet hem op contact en dan start. Je kunt binnen en buiten sturen. Zorg ervoor als u wisselt van stuurstand dat de hendel in de neutraal stand staat. Dan kunt u wisselen. Nu naar boven. Ook dit paneeltje voor boeg en hekshoef moet u apart aanschakelen. Dus twee keer is aan. En één keer is uit. De bediening van de motor. Dit is de neutraal stand boven, vooruit. Als je in de andere richting wilt schakelen, eerst 2 seconden in de neutraal stand en dan in de andere richting. De
Dit schip heeft een doorvaartshoogte van 2,40 meter. Maar dan moet de mini omgeklapt worden. En dat kan door met twee personen, ieder aan een kant, de voorste band los te maken. En dan naar achteren te lopen. Dan zal die in elkaar zakken. En dan kunt u hem inbinden. En dan is hij laag genoeg voor 2,50 meter. Mits de stoelen op de kant liggen. En de vlaggenstok eraf. En de mast naar voren getrokken. Dit is het dopje voor de brandstof. Er is brandstof genoeg aan boord voor 2 weken. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Aan de rechterkant van het schip zit de uitlaat en er moet altijd koelwater uitkomen voor de koeling van de motor. De zwarte kabel is voor de walstroom. En als u deze wilt wegnemen, dan eerst de landzijde en dan pas het schip.